Even kort de versnelde ronde. Steven Gerrard zegt Virgil van Dijk onmiddellijk halen bij Liverpool. Absoluut. Maar nou, als je wel onbegrijpelijk dat er geen Nederlandse topclub ingestapt is in de jongen. Ja. Vincent Janssen weer niet bij de selectie van Tottenham Hotspur. We moeten weer mee. Ja, snel andere club opzoeken nog in de winter. Dat hij ergens waar hij wel een speler toe komt. Ja. Hier wordt hij niet beter van. Nee, dan zelf dat ook niet. Bas Dost inmiddels 14 keer voor Sporting. Is dat nu op dit moment de eerste spits van Oranje wat jou betreft? Ja, Bas Dost die heeft dreiging in bepaalde wedstrijden. Maar hij kan ook een hoop niet. In een kleine ruimte is hij niks waard. Nee. Je moet Bas Dost opstellen, maar bijvoorbeeld niet tegen Frankrijk uit. Nee. Want dan krijgt hij al die ballen in de middencirkel. En dan is Bas niet op zijn sterk. Wie zou je daar neerzetten dan, die dag? Niemand. Nee, weet ik niet tegen die tijd. Nee, oké. Dat is over een paar maanden pas. Wayne Rooney, topscorer alle tijden nu. Wat een goal. Ja, zo. Wat een goal, hè? En ook op het moment dat het nog in de laatste seconde gebeurde allemaal. Maar hij kan naar China. Iedereen gunde het hem. Waanzinnig, ja. Topscorer alle tijden. Maar hij kan naar China, moet hij doen. Ja? Ja, natuurlijk. Kijk. Fish and chips, man. Ja, lekker. 7 ton per week hadden ze het over. Maar ja, maar hij is al binnen. Maar ik denk met alle respect voor Rooney dat hij geen gewetensbezwaren heeft als daar de mensenrechten overschreden worden. 37 miljoen per jaar. Doe je 3 jaar, heb je 100 miljoen binnen, klaar. Ja, ze gaan nu een salarisplafond in stellen in China. Niet hoger dan 40 miljoen per jaar, hebben ze gezegd. Dus dat kan echt niet. Maar trouwens, Dick Advocaat, wordt hij kampioen daar, denk je? Ja, Dick wordt kampioen. Ja? Gaat hij redden? Hij is beter dan Jan Olderink. Die wordt tweede, denk ik. Oké. Okay.